Tijdens de aangescherpte coronamaatregelen heeft de Nijmeegse burgemeester Bruls er een extra taak bij. Hij is dan namelijk niet alleen burgemeester van Nijmegen, maar ook regioburgemeester namens de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Dat betekent bijvoorbeeld dat hij andere burgemeesters kan overroelen en streng op kan treden als dat nodig is. Vrijdagmiddag gaf Bruls een persconferentie bij de veiligheidsregio. Ik heb nog nergens een geval gehad waar we druk moesten uitoefenen van u moet eigenlijk ook dit aflassen. Mensen pakken het toch uit zichzelf op. En dat is ook goed, met name het belang van ouderen, mensen die ziek en zwak zijn. Want daar doen we het voor. Hoe meer we het virus afremmen en uitsmeren over een lange periode, hoe groter de kans is dat ook zij hier goed uitkomen. Kunt u uit de voeten met de maatregelen die gisteren zijn aangekondigd? Nou, het zijn vrij forse maatregelen. Ze betekenen nogal wat. En met name de maatregelen rondom middelbare scholen en lagere scholen. Ja, die roept heel veel discussie op. Dat is ook een maatregel waarbij je aan de ene kant zegt, ja, je moet voorzichtig zijn. Let op je hygiëne. Als je je niet goed voelt, niet naar school gaan. En anderzijds wordt gezegd, het onderwijs gaat gewoon door. Ik merk dat dat ook wel de discussies oproept. Hoor ik ook van collega-burgemeesters uit de regio. Dat volgen wij natuurlijk op de voet. We gaan er duidelijk mee om. Hè. Bijvoorbeeld onderwijs moet doorgaan. Maar we gaan natuurlijk ook niet iedereen met de leerplichtambtenaar opjagen om dat allemaal precies te hebben. Ook hier moeten schooldirecteuren hun afweging maken. En ik zou ze vooral aanraden, bij twijfel, neem contact op met de veiligheidsregio of met je eigen gemeente, zodat we samen kunnen kijken hoe we een oplossing bereiken. Hoe is het in het algemeen met andere evenementen? Gaat de markt bijvoorbeeld door? Ja, de markt gaat wel door, ook omdat dat niet een evenement is zoals bijvoorbeeld een hardloopwedstrijd waar duizenden mensen bij de start bij elkaar komen. Op de markt ben je in de buitenlucht en het is eigenlijk net als in een supermarkt. Daar lopen mensen rond, dus de kans op besmetting is een stuk geringer. En daarom gaat de markt gewoon door in Nijmegen, net zo goed als supermarkten open blijven en andere winkels ook open blijven. Mensen moeten ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Als jij je niet lekker voelt of je hebt er geen vertrouwen in, ja, dan sla je de kroeg maar eens een keer over en ga je thuis een leuke film op televisie kijken. Ook leuk. Zou u mensen aanraden om bijvoorbeeld kleine feestjes ook maar even niet te bezoeken? Nou, ik zou het ze niet aanraden. Het hangt er vanaf. Kijk, als jij met 25 mensen een bijeenkomst hebt en je hebt genoeg ruimte, daar zou ik het doen. Kijk, als je heel nauw en kleine ruimte bij elkaar gaat zitten, ja, dat is misschien niet zo verstandig. Ik heb er vertrouwen in dat mensen daar ook zelf hun eigen afweging kunnen maken. Gaan gemeenteraadsvergaderingen door? Ja, de gemeenteraadsvergaderingen gaan door. Al hebben we in Nijmegen wel besloten dat dat zonder publiek zal zijn. Dus de bijeenkomsten volgende week woensdag gaan gewoon door. Iedereen kan via de stream, livestream het volgen. Maar je mag er dus niet bij aanwezig zijn om ook daar de risico's te beperken. Voor het overige, de groep mensen die dan is, dat zijn enkele tientallen. Dus dan ben je met een kleine groep en dat kan best wel verantwoord doorgaan. Zoals kleinschalige vergaderingen ook doorgaan. Tot slot, hoe is het met de capaciteit van hulpdiensten, politie, brandweer, maar natuurlijk vooral gezondheidszorg? Eigenlijk is bij de meeste hulpdiensten, politie en brandweer, gaat het nog vrij goed. De politie zegt zelfs, we houden nu wat capaciteit over omdat al die evenementen uitvallen. Maar bij aan de medische kant, ja, daar hebben we natuurlijk wel wat zorgen. Daar is het nu al hartstikke druk. En daar worden ook echt plannen gemaakt om te zorgen dat er meer mensen uit het ziekenhuis gaan. Die daar niet per se acuut of met grote zorgen moeten zijn. Of die thuis verzorgd kunnen worden. Zodat er maximaal plaats is voor als er meer mensen bijvoorbeeld naar een IC of een andere vorm het ziekenhuis in moeten vanwege de corona. En we denken natuurlijk ook na over scenario's hoe je ook uitbreiding van de zorg kunt regelen. Hoe lastig dat ook is in tijden van personeelskrapte. Op dit moment gaat het nog wel, maar het is daar wel hartstikke druk en daar zullen wel maatregelen, daar worden maatregelen op voorbereid en sommige maatregelen worden nu al gedaan. Wat ik al zei, als je een spoedeisende of geen spoedeisende operatie hebt, iets wat niet acuut is, ja, dan wordt het nu afgezegd en dan kun je over een paar weken terugkomen. Ik denk dat we er allemaal begrip voor moeten hebben. Als je van huis uit kan werken, doe dat dan.